afspraak? Ja, ik heb een afspraak om een spiraaltje te... Voor mij was het eigenlijk terugkatapulteren in de tijd. In die zin dat ik heb als arts in mijn stagejaar in townships in Zuid-Afrika gewerkt. Waar ik deze situatie eigenlijk in het echte leven heb meegemaakt. Ik denk dat zo'n pop-up kliniek zoals vandaag, als dat moest mogelijk zijn, in elke straat in het land, dat heel veel mensen toch hun ogen zouden doen opengaan. Eerst en vooral, minister De Croo, ga naar zo'n vrouwenkliniek. Ontdek het met eigen ogen, zie het van op de eerste lijn wat er gebeurt en dan denk ik dat u wel weet wat u moet doen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je dit over alle partijgrenzen heen moet kunnen doen. Dat als er nu één onderwerp is waarover wij een consensus moeten kunnen bereiken, dat dit wel dit is. Mevrouw?